Dag dames en heren. Na een op sommige plaatsen kletsnatte donderdag hebben we het ook vandaag niet overal droog. Met name in de kustgebieden kwamen buien voor, maar bij buien zijn er ook droge momenten met zonneschijn. En inderdaad, dan kun je af en toe een regenboog zien, soms zelfs een dubbele regenboog. Vanaf grote hoogte kunnen we ook zien dat het in onze omgeving behoorlijk wisselvallig is. We zien bijvoorbeeld een lage drukgebied tussen Schotland en Noorwegen in liggen en dat bepaalt het weerbeeld in grote delen van Europa. Er ligt een hele markante band met bewolking, aan de ene kant veel warmere, drogere lucht, daar is het nog mooi na weer. Aan de andere zijde, waar wij ons in bevinden, daar is de luchtmassa een stuk minder warm. En veel vochtiger, en dat vertaalt zich in allerlei wolkenplukken. Want her en der komen echt verneinige buiengebieden voor. Bijvoorbeeld deze boven het noorden van Frankrijk, maar ook langs de westkust bij Nederland, zagen we vanmorgen al een aantal flinke buien zitten. En dat kunnen we ook op de regenradar zien. Zowel het land in waar het zo goed als droog is, zien we dat in de kustgebieden buien voorkomen. En die buien die zijn geclusterd. Er zitten een paar verneinige exemplaren tussen. Misschien zelfs wel met wat onweer. En we zien op het randje van de kaart ook dat buiengebied boven Frankrijk liggen. Nou, het idee is dat in de loop van de dag toch nog wat, wat meer buien tot ontwikkeling komen. Buien waar we ook vanavond nog mee te maken hebben. Dat kunnen regionaal echt flinke plensbuien zijn. Het kan echt een tijdje goed doorregenen. En ook onweer is mogelijk. En de temperatuur die begint daarbij al duidelijk te. Dalen. Dus ja, wat dat betreft kunnen we toch wel zeggen dat we een beetje een herfstachtige avond tegemoet gaan. Alhoewel, de wind uit de zuidwestelijke richting die houdt zich nog relatief gedijst op de meeste plaatsen. Alleen bij buien kan die wind in met name het noordwestelijke kustgebied eventjes wat aantrekken. Vannacht is het sowieso wat rustiger. De meeste buien dan in de kustgebieden. Landinwaarts, ik heb een droog weersymbool ingetekend, daar valt echt nog wel een enkele bui. Maar de droge momenten overheersen en het kan afkoelen naar een graad of 10. Morgen in de ochtend vooral weer de buien in de kustgebieden. In het binnenland is het zo goed als droog, regelmatig zonneschijn. En in de middag dan zien we dat die buien zich ook weten uit te breiden tot verder landinwaarts. Dan wordt het maximaal een graad of 18. En de wind die waait uit zuidwest of westelijke richting matig van kracht, windkracht 3 tot 4. Kijken we dan naar de zondag, dan zien we dat die lage drukgebieden opeens verdwijnen en dat er een hoog drukgebied in de buurt komt. En dat zorgt er gelijk voor dat de dag droog gaat verlopen met flinke zonnige perioden. Ook wel wat bewolking, stapelwolken in de middag. Met niet al te veel wind loopt dan de temperatuur in de middag op naar een graad of 20. En het lijkt erop dat we begin volgende week een paar dagen na zomer weer krijgen. Met flinke zonnige perioden, niet al te veel wind weliswaar wat frisse nachten, maar overdag komt dan de temperatuur zo tussen de 20 en de 24 graden uit. Het lijkt niet heel lang aan te houden, want later in de week dan gaan de temperaturen omlaag, komt er weer wat meer bewolking en waarschijnlijk ook wel weer een beetje regen. Wat mij betreft alvast een heel fijn weekend.